Yo mensen en welkom bij deze allereerste vlog. Of eigenlijk is het niet mijn allereerste, maar dit is de echte shit. Met de real deal camera, je weet zelf. Maar even zonder ongein. Ik ga vandaag naar Raoul. De mensen die mij volgen op Twitter, of die Raoul volgen op Twitter, zullen dit vast weten. Ik ga dus naar zijn hometown Amsterdam. Ik moet helemaal van Eindhoven naar Amsterdam. Fucking anderhalf uur in de trein en ook nog eens een kwartier met de bus. Ik ga daarheen. Het is nu zaterdag. Ik ga er zaterdag heen en ik kom dinsdag weer terug. Dus ik ga daar 4 dagen heen. Morgen is het dus zondag voor mij. Is er ook nog een meeting in het Vondelpark. Dus wellicht heb ik sommigen van jullie daar gezien en wellicht ook niet. Maar voor mensen denken, ga je nou allemaal vast op vloggen? Waar zijn de FIFA video's? Yo, guys, dit is een extra video. Ik vond het gewoon grappig om een keer te doen. Als je het leuk vindt, geef zeker even een like, zodat ik kan zien dat jullie het leuk vinden. En voor de rest, het is dus een extra video. Dus de 3 FIFA video's, waar ik altijd naar streef. Ik zeg niet dat ik het altijd haal, maar ik streef er wel altijd naar. Die blijven sowieso. Dus dat kun je deze week sowieso verwachten. Dit is gewoon een extra video. Dus ja, als je dat leuk vindt, laat even een likeje achter. Wat ik nog allemaal precies ga doen bij Roel, weet ik zelf nog niet eens. Het is een beetje planningloos. Ga er gewoon heen en we zien wel. Maar neem jullie sowieso mee, want morgen komt ook Milo, Koen, Mark en Matthijs daarheen. En dan weet ik zeker dat er vol gekut gaat worden. En het is niet zo dat ik een vlogje doe over 1 dag, want dat is fucking niet boeiend, zeg maar. Maar ik pak hem gewoon over 2 of 3 dagen en ik zie wel wat er van komt, weet je wel. Over een half uurtje gaat mijn bus en jullie gaan nu allemaal van die epische reisshots zien. Dat ik onderweg ben en in de trein zit, want dat doen alle echte vloggers en de reis shit. Dus ja, dat moet ik ook even doen met de muziekje eronder. Dus ik zie jullie wanneer ik in Amsterdam bij mijn broertje. Rauw. Dit is een foto. Ik hoor dat piepje toch. Inmiddels aangekomen bij FC Rolly. En god, wat een mooi huis heb je, jongen. Kerelman. Maar ik had een half uur vertraging. Dan zeg je altijd, ben je boos? Plukken, Roos. En die grap heb ik al 2 keer gemaakt, maar dat weet jij niet. En nu gaan we lekker eten, want dat is hard nodig. Lekker smieten. Na al dat gereis en al dat gezit heb ik echt honger. Wat gaan we eten? Kapsalon. Ja, want Roel kan helemaal niet koken. Ik kan echt. Nee. Ik kan echt. Maar dan gaat hij voor me koken. Ja, nu gaan wij kapsalon eten. Kijk hoe interessant mijn leven is. Oeh, lekker bed heb je. Ja. Oh, bijna een lamp kapot. Nee, hij is kapot. Oh, hij is al kapot. Omdat jij dit deed. Nou. Koentje niet was. Oh, Koentje. Oh, oké. Okay. Nou, ja, wij gaan ik ga eten. Ik tegen die lamp aangegooid. Kleine priele lichaam. Oh, ik heb mijn van. Pet weer gevonden. Dat was ik echt 5 weken. Ligt in mijn kast. Wauw. Ja, wie legt er nou iets in zijn kast? Maar wij gaan eten. Want anders krijgen we een beetje een slap 7 videootje. Dus wij gaan eten. Kapsaloen. Kapsaloen. Tot zo. Het eten was heerlijk, dat vond Roel ook. Niet Roel, vond je het heerlijk? Het was echt ongelooflijk. Het was goddelijk. Goddelijke kapsalon. Ik heb het ja, echt. Oh, enorm. Ja, klik. Hé, je ziet ons. Je dacht al naar wie zit je te je kijken. Ik zou niet zeggen, maar je hebt dus gewoon licht in Amsterdam. Hoe niet voor oud mogelijk. Kijk, is dat er een muis dood aan gaan is of zo hier? Ja, het stinkt echt zo erg op de gang bij Roel. En dat vind ik zielig om te zeggen, maar het is gewoon zo. Maar we hier echt. Sick setup sowieso. Zitten we hier gewoon lekker Ajax te kijken. Nou, hoe goddelijk op een HD stream. En dan denk je, hoe kan dat? Nou, gewoon, ik heb wel ooit betaald en Horizon Go gekocht en shit. Gaan we nergens meer voor. Ja, maar ik wel. Dus helemaal top. We hebben net boodschappen gedaan. Dat was echt de makkelijkste dingen van, ja, we zijn gewoon allebei, die moeten we hebben. En ja, heel veel andere dingen. Ajax heeft geschoten. Bananen. Oh, Ajax heeft serieus geschoten. Brood. Hahaha. Dit is echt een lekkere voorzet van Klaas. Wie scoort? Milik. Toon je blijdschap. Maar voor de rest denk ik dat het voor nu was. Het is al best laat. Hoe laat is het? Als ik op mijn horloge wil kijken. Het is best laat, het is nog niet eens 8 uur. Nee, maar ik bedoel, het is al s'avonds en de hele dag zit er al op. En we liggen nu hier toch, we gaan voetbal kijken, dadelijk Match of the Day kijken. Oh, daar heb ik zoveel zin. Ja, Engeland, je weet. Dus er gaat niks zinnigs mee gebeuren vandaag en deze vlog is al zoveel onzin bij elkaar. Ik snap ook niet waarom je gewoon, zeg maar, niet gewoon zegt van, yo, we gaan nu voetbal kijken of yo, we gaan Ajax kijken of wat. Maar je probeert er een heel verhaal mee te lullen wat eigenlijk helemaal niemand interesseert. Dat doet Enzo. Ja. Oh, nee, maar morgen wordt het wel interessant en dan komt Koen ook nog en Milo en Matthijs en Mark. En ik zie jullie morgen weer. Doedeloo! Boe, ah kut. Dat is een vroeg. Wel kneus, ik was echt veel te vroeg.
Oh jee, jongens. Prank gaat fout. De enige echte. Nee, Bill. Jeez, wat nerd hier zeg naar mannen. Ja, nou, in de gang stinkt het. Maar volgens mij is er iets dood aan het gaan. Een kat of zo. Nou, ze zou maar kunnen. Koen, voel je je bekeken? Nee, ik hou ervan. Hou van kat. Maraas. Kauwe. Kauw van kat. Maraas. Wat lacht nou, joh? Nou, dat filmt hij. Oh, jij helemaal bang? Nou, ik kan ook echt niet filmen. Voor mij heb ik niet eens gefilmd dat ik jou raak met de bal. Achter de schermen. Nou ja, eigenlijk een volg. Echt heel leuk. Oh, mooi. Mooi. Heel mooi. Ook heel mooi. Wow! Ik snap niet waarom je dat ontwoord hebt gezien. Prank gaat fout. I'm gonna die. Oh, kut, lang iets. Ah. Ja, je eigen camera en je voetbal. Ja, man, dit is niet voor mij en dit ook niet. Ja. Koen, je blijft de controle kapot. Fuck you. Serieus, je hebt de hele linkerstick kapot gemaakt. Echt helemaal kut. Oh ja. Helemaal kapot! Komt allemaal door jou! Like als jij vindt dat Robbie mij een nieuwe PlayStation controle. Oh, je moet tv uitdoen, copyright. Ah, fuck! Ik film nu zo! Niet mijn kanaal. Ja, niet mijn kanaal. Doei! Rol eens nog even snel deze beren. Oh, komt die toevallig net aan. Roely, yo. En Koentje zet hier zo. Wij gaan zo. Ah, kak, dat heeft best. Ah, maat! Je ziet het niet eens. Daar krijgen we er geen views van. Of nee, doe normaal. Ah, dat... Vannacht vond je nog lekker. Vol man. Maar hebben even. Ah ja, doet serieus pijn. Even PSV zitten kijken. Er staan nu 1-0 vol bij rust. Oh, wil jij er ook op? Ja. En we gaan zo dus naar het Vondelpark. Ik film helemaal scheef. Ja, en Ed wil scheef. Oh, niet zo bewegen. En we gaan zo... Je moet in het ding kijken, in die kaak. Ja, en we gaan zo naar het Vondelpark. En ja, we moeten daar nog eerst helemaal heen lopen en shit. Heen lopen, we gaan met de tram. Oh, we gaan met de tram. Gaan en de tram. En zo. Ja, tuurlijk, weet je hoe ver. En let's go to the Vondelpark. Woo! Ja, hier. We zijn inmiddels het terug. Oh wacht, het geluid of zo? Nee, hier zijn voetbal aan het kijken. Doe ik na voetbal. We zijn inmiddels weer terug in het huis van Roel. Het was fucking druk. Ja. ja, het was fucking druk. Jullie hebben het gezien. We gaan nu coole kleine mini piconini pizza's eten. De pannenkoeken van Roel, dat ging niet door. En ja, smakelijk eten. Hap, hap, hap. Tot zo. Dat zal lekker smaken. Niet Koen. Nu! Ja! Moet ik ook schreeuwen? Dat erbij klopt. Als je Brabant wil praten, moet je altijd schreeuwen. Oké! Okay, we gaan eten! Tjoei! Je fucking heet dit, schat. Het was warm. Even duimpje. Kijk die Koen nou lekker smikkelen van zijn pizzaatje. Als een echte profvlogger was ik vergeten mijn eigen vlog af te sluiten. Zoals gezegd, dat was een bonus videootje. Ik wist niet of ik dit wilde uploaden. Dus ik tweette zo van, yo, zou ik dat nog uploaden of niet? En de meeste mensen zeiden, ja, doe maar. Want anders was er vandaag geen video gekomen. Hij is ook wel later dan normaal. Dus ja, denk nou niet dat dit serieus is. Zo. Het was gewoon lekker een weekendje, een beetje kloten met z'n allen. En ja, iedereen kwam langs zoals je zag. Ja, echt stom dat ik vergeten was op te nemen met deze.
Het einde natuurlijk. En zoals je ziet gaat hij nu niet meer aan. En dan denk je, is hij kapot? Nee, ik was mijn oplader vergeten bij Raoul. En dit ding heeft zeg maar één oplader. Dus het is niet zo dat alle opladers erin kunnen. Dus nou kan ik hem niet meer opladen totdat ik mijn oplader terug heb. Oké, bedankt voor het kijken. Doei.